Een hele goedemorgen, lieve mensen. Vandaag wordt weer een drukke dag. Zo druk dat zelfs oma er is. En Darcy gaat sporten. Ja, jij gaat mee, hè? Ja. Mee sporten ook, hè? Nee. Die komt ook mee. Ja, oma gaat ook mee. Want die gaat oppassen samen met mij. Want Darcy, die moet sporten. Hoe doen jullie dat dan als ik er niet ben? Gaat Darcy dan niet sporten? Precies. Dus ik ga me nu klaarmaken en dan gaan we mensen, let's go. De moeder van Thomas is een beetje gestrest. Ik kan weer helpen. Je hebt planning helemaal verkeerd gepakt. Je hebt planning. Kijk, wat voor een planning van. Oh, die jas moet er even naar achteren. Ja, de achterbak. Maar dat. Ain't nobody got time for that. Boop, 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 boop. Hallo. Slaap. Hallo. Lekker. Gaan we naar de dierentuin met Anka? Ja. Appie kijken. Nou, ik heb de kindjes daar geparkeerd. Mijn oma zit daar, de moeder van Thomas en Thomas. Ik ga me even snel omkleden en dan ga ik even snel sporten. En dan hoop ik vanaf vandaag weer echt even goed bezig te zijn. Oké, ik heb mijn sportoutfit aangetrokken en ik ga lekker even sporten. Oh, mijn water. Let's go! Nu gaat ook sporten. Doe nu ook sporten. Sporten! Yay! Eén diertje, thuis weer thuis en we hebben weinig tijd, want het is 6:15. De baby's moeten om 6:00 een groentehapje, dus dat heb ik even opgezet. Gewoon weer broccoli met peen en nog iets anders. Thomas die gaat de babby's lekker in bad doen. Maar eerst even schoonmaken. Maar eerst even schoonmaken inderdaad. En ik ga even de vlog editen en we hebben toetenboeners gekocht. Omdat, ja, nu maakte ik eigenlijk hun gezicht wel eens schoon met een billendoekje. Ik dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed deze toetenboeners even kopen. En ik ga nu even de vlog editen. Ik weet niet waarom, maar het was vandaag echt een hele vermoeiende dag. En dat zal wel gewoon komen door het sporten. Dan daarna ben ik gewoon een beetje vermoeid. En dan is alles gewoon vermoeiend. Dus ik ben blij als vandaag de baby's, en dat heb ik echt niet vaak, als de baby's op bed liggen en we gewoon even rustig tv kunnen kijken. Dan ga ik ze ook weer missen hoor. Maar vandaag ben ik er wel eventjes blij mee. Nou, ik ga even de vlog editen. Anders schiet het helemaal niet op. Als ik dit hoor, hier gaat mijn mama hard van smelten.
Over ongeveer 3 kwartier gaan de baby's naar bed. Maar eerst krijgen ze een lekker groentehapje. Ja! Yeah! En daar zijn we super blij mee, toch, Bebes? Daar zijn we super blij mee. Nou, nou.